Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting rukt in clusterverband uit wanneer er klachten worden gedeponeerd over misstanden in zorgverlenende instellingen. Minister Urakit Ramsaran zei woensdag dat deze instanties ervoor moeten zorgen dat zij de juiste criteria hanteren om mensen op te vangen. Maar ik moet wel aangeven dat er wel een bepaalde ruis is in de samenleving of onduidelijkheid is dat deze stichtingen, oftewel instellingen, geen overheidsinstellingen zijn. Het zijn instellingen die ondersteund worden door de overheid. En er is dan extra aandacht gevraagd dat deze instellingen wel ervoor moeten zorgen dat zij moeten voldoen en dat zij daadwerkelijk moeten houden aan de overeenkomsten die zijn gemaakt. Dat als het gaat om zorgverlenen richting de samenleving, dat zij dat op de correcte wijze dan moeten doen. Het gaat ook om een stukje management, het gaat om een stukje misschien dat deel van personeel. Maar wij vanuit SOSAVO proberen en zoveel als mogelijk de mensen op het hart te drukken om goed het werk te kunnen verrichten naar de samenleving. Het ministerie werkt nog aan het verbeteren van de situatie bij de Esther Stichting en Huizen Asiana. Die vallen onder de paraplu van SOSAVO. Dus we willen ook niet ervoor zorgen dat er dan een bepaalde disbalans dan ontstaat. Maar we hebben er volledig aandacht voor. En we nemen dan de verschillende voorstellen natuurlijk ook bij de hand als de cluster dat eenmaal heeft. Dus als het gaat om de instellingen is dat het. Nou, ten aanzien van hygiëne is dat ook de reden waarom in de cluster biologie is meegenomen. Dus als men uitrukt, onderzoek gaat plegen, dan rukt men uit gezamenlijk met de biologie om ervoor te zorgen dat daar ook controle wordt uitgevoerd. Maar nogmaals, als we kijken naar de instellingen, dan moeten de mensen ook hierop gaan letten. Want u kunt niet, of althans, laten we humanitair blijven en ervoor zorgen dat de opvang wel correct is. Ten aanzien van de huurcontracten van de SOSAVO-wijkkantoren zijn er enkele gesprekken geweest na klachten van de ambtenaren. Ramsaran zegt dat er een aanvraag is gemaakt met het onderhoud van deze panden, zodat de ambtenaren geriefelijker kunnen werken.